Het wordt waarschijnlijk nog een lange avond en nacht in Abu Dhabi. Nadat de FIA beide protesten van Mercedes heeft afgewezen, lijkt het erop dat het Duitse team het er niet bij laat zitten. Na de Grand Prix van Abu Dhabi ging Mercedes 2 keer in beroep. Een van die protesten ging op de manier waarop de race werd geëindigd en Mercedes is van mening dat de uitslag veranderd zou moeten worden. Mercedes was woest omdat de safety car naar binnen ging, terwijl dat eigenlijk volgens hen helemaal niet mocht. Nou, daar diende ze protest voor in, maar dat verzoek werd afgewezen. En eerder ging het team al in protest tegen Max Verstappen. Ze waren namelijk van mening dat Max Verstappen Lewis Hamilton had ingehaald, terwijl er nog een safety car op de baan was. Ook dat verzoek werd afgewezen. Duitse Rennstall heeft aangegeven dat ze de intentie hebben om in beroep te gaan en het dus hogerop te zoeken. Er staat daarom nog steeds een vraagteken achter de titel van de Red Bull coureur. En dan wil je zo snel mogelijk op de hoogte zijn van het laatste nieuws, check dan racingnews365.nl. Daar hebben we een live blog, exclusieve interviews en natuurlijk het breaking news. Tot de volgende!